Weet je wat mensen vaak zeggen? Ik wil wel een relatie, maar niet nu, want ik wil eerst nog genieten van mijn vrijheid. Dat klinkt dan zo tof en interessant. Van je vrijheid, echt waar. Wat ga jij doen met je, wat ga jij nou doen met je vrijheid? Even serieus. Ga je met zelfgemaakte vleugels een berg afrennen, terwijl je gedichten krijst van mensen die we niet meer kennen? Wat ga je doen? Je gaat helemaal niks doen. Je gaat achter je laptop aan je pikkie trekken. Dat is wat je gaat doen. Je krijgt een breakdown van 3 humortechnieken die jij kan toepassen op sociale situaties zoals borrels, feestjes of op dates. Met voorbeelden leer je hoe je grappen zo ver kan pushen als Daniel Arends zonder over te komen als complete eikel. Daarvoor krijg je praktische tips over structuur, delivery en techniek. Kijk maar wat het meest waardevol voor jou is. Humor is een onwijs uitgebreid onderwerp, overduidelijke factor in je aantrekkingskracht. Dus we gaan hier dieper op in toekomstige analyses mocht je daar interesse in hebben. Mijn naam is Daan Ram, datingcoach, en dit is de expert-analyse van Daniel Arends. Wat Daniel zijn humor kenmerkt, is dat hij heel grof durft te zijn en de uiterste opzoekt. U gaat natuurlijk, hè, als een van de eerste hier dood. En dan zat ik te denken, hoe zou u nou dood willen gaan als u zelf mag kiezen? Hoe zou u willen gaan dan? Snel. Snel. Oh, nou goed. Wij hopen allemaal voor jou dat je heel snel dood gaat. Aan het eind van deze video toon ik je de cyclus van 3 stappen die ervoor zorgt dat Daniel wegkomt met de meest harde grappen. Maar laten we nu eerst kijken naar de eerste humortechniek. Waar Daniel zijn publiek vaak het hardst laat lachen, is wanneer hij van doodnormaal naar kapot hard gaat. Laatst ging ik met mijn vriendin bij een ander stel eten. Zeg maar, bij een ander stel eten, vind ik het allerkutste van de hele wereld. En misschien denk jij nu van, ja Daan, lekker makkelijk, jij pakt gewoon een willekeurige grap en maakt daar dan een analyse over. Maar dit is echt iets wat Daniel vaker doet, precies op deze manier. Dit clipje is weer uit een andere show. We krijgen te maken met Amsterdamse makelaars. En Amsterdamse makelaars, die zijn heel bijzonder. Die zijn namelijk helemaal gemaakt van kankerleier. Een klassiek deel van humor. Je wordt op de verkeerde been gezet. Maar deze techniek zit hem niet zozeer in het inhoudelijke stuk. Wat Daniel vooral zo sterk doet, is dat hij een meester is in intonatie. Hij neemt jou mee in 1 bepaalde emotie om vervolgens abrupt te schakelen. Dat verschil in intonatie gaat vaak van luchtig naar ruw. Ik zie wel eens mensen en die hebben dan zo'n gouden ketting. En die hebben dan gouden armbanden. En dan zie ik dat en dan denk ik toch altijd van, hè, maar wat vinden die mensen dan wel ordinair? We zien ook dat Daniel daar zelf in groeit over de tijd. Hier zie je alle 3 de punchlines op een wat rij. Wat vinden die mensen wel ordinair? Vind ik het allerkutste van de hele wereld. Die zijn namelijk helemaal gemaakt van kankerleier. Hoe jij dit kan inzetten is vooral bewustzijn. Welk gedeelte van je grap vertel je nu? En vervolgens keihard en abrupt in de punchline. We gaan over naar de volgende techniek. In mijn onderzoek naar deze video wil ik vooral deze les van Daniel meer in mijn systeem krijgen. Het opbouwen van spanning. Humor is vaak een ontlading van spanning die je opbouwt. Kijk eens naar dit extreme voorbeeld van Daniel die iemand aanspreekt in zijn publiek. Maar jij bent ook niet zo oud, toch? Hoe oud ben jij dan? Jij bent 18, wat leuk. Studeer je al of studeer je nog niet? En hoe heet je dan? Aimee. Wat een prachtige, mooie Franse naam. En wat studeer je dan? Je ziet de spanning stijgen. Het normale gesprek neemt een bizarre wending. Je ziet Daniel zijn gekke pose aannemen, waarop het publiek al helemaal stuk gaat. Maar kijk eens hoe Daniel zijn expressie helemaal kalm blijft. Daniel glimlacht wel even, maar dat doet hij totaal beheerst zonder ook maar enige spanning te ontladen. Door geen kick te geven, bouw je nog meer spanning op. Maar even serieus, wat studeer je dan? Wat zeg je? Biomedische wetenschappen. En zit je nu dan in het eerste jaar? En wat doe je dan? Wat kun je dan worden eigenlijk? Wil jij trouwens leuke voorbeeldzinnen voor meer losse gesprekken met vrouwen? Download dan mijn 17 voorbeeldzinnen, helemaal gratis. Klein e-book, je hebt hem zo uitgelezen. En je kan hem vooral meteen toepassen op je eerstvolgende avond uit of je eerstvolgende date. Dus bekijk dat nu, klik het nu
in de beschrijving. En over humor is dit belangrijk om je te realiseren. Expertise ziet er vaak moeiteloos uit. Dat komt omdat je als expert alleen het broodnodige doet. Perfectie is vaak geen kwestie van zoveel mogelijk toevoegen, maar van zoveel mogelijk verwijderen. Want alleen dan heb je de essentie. Denk maar aan een skateboarder die enkel de juiste spieren gebruikt bij een hele moeilijke truc. Terwijl jij of ik waarschijnlijk heel onnodig zouden staan wapperen met onze handen. Stel je eens voor dat jij hier als Daniel op het podium zit. Zou jij je lach kunnen inhouden terwijl je deze act uitvoert? Hij blijft totaal ontspannen en nonchalant. En omdat hij zelf geen enkele spanning ontlaat, voelt het publiek de druk van ontlading, wat zich natuurlijk uit in schaterlach. Praktisch voor jou, de volgende keer als je een grap vertelt, probeer dan eerst de toeschouwers te laten lachen en daarna pas zelf eventueel meegaan in die lach. En dan nu, misschien wel het meest belangrijk. Wat is nou die magie waardoor Daniel de hardste dingen zegt, maar toch nog steeds vriendelijk en charismatisch lijkt? Dat is zijn cyclus van 3 stappen. Je binden is natuurlijk ook een vaardigheid. Je binden aan een ander mens is een soort bindingsspier die aangekweekt moet worden, die getraind moet worden, bijgeschaafd moet worden, wil die ingezet worden. Als je hier bent nu vanavond en je bent 30 of ouder en je bent vrijgezel, als je nu nog single bent, word er 1 mee. Hou ervan, accepteer het, want neem van mij aan, het gaat voor jou nooit meer gebeuren. Nooit meer. Daniel Arendt, zijn cyclus begint bij stap 1 en dat is durven uithalen. Als jij geen brute grap durft te maken, dan zul je de hele tijd excuserend en voorzichtig overkomen. Waardoor mensen zien, hé, jij staat niet achter je woorden. Maar alleen hard durven zijn, dat is ook niet alles. Daarom stap 2. Laatste plaats, omdat vrijgezellen in deze tijd, jullie zijn ook echt wel een soort mens. Vrijgezellen boven de 30, jullie zijn een soort, niet een minder leuk soort mens. Sterker nog, jullie zijn vaak veel leuker dan de mensen die zich wel konden binden. Daarom konden jullie ook altijd heel snel weg weer. Stap 2 is het goed maken. In versieren noemen we dit aantrekken en afstoten. Even speels plagen en daarna zeg je weer iets vriendelijks. Dat is iets wat vaak natuurlijkerwijs ontstaat wanneer jij een flirterige klik hebt met iemand, maar je kan het ook oefenen. In ieder geval, het geheim van deze cyclus zit hem veelal in stap 3. Snap je? Ik moest hem wel binden. Ik ben dikke, kleine, bruine Daniel. Snap je? Ik heb gewoon bij het eerste de beste niet schelen, zindelijke wijf, zonder aids, eieren voor mijn geld gekozen. En bleek dat hele aids ding niet eens helemaal te kloppen. Stap 3 is zelfspot. Omdat Daniel Arendt op zijn publiek inhakt, het vervolgens weer goed maakt met ze en daarna nog harder zichzelf belachelijk maakt, daarom is hij op zijn minst gelijk met zijn publiek. Dit voorkomt een superieur ego-randje in je grappen. En als je denkt dat dit allemaal gewoon toeval is, hier zien we precies dezelfde cyclus, want het herhaalt zichzelf als een cyclus, opnieuw uitspelen. Stap 1, durven uithalen. Dus die maken met elke one-night stand, maken ze elkaars bindingsspier weer een beetje korter, weer een beetje korter, weer een beetje luier. En op een gegeven moment kunnen ze natuurlijk niks meer met die spier. Op een gegeven moment heeft die geen rek meer. Gewoon is het gewoon te kort. Op een gegeven moment kunnen ze elkaar alleen nog maar in het holst van de nacht achter een kroeg in een steeg tegenkomen en zo, hey, liefde, oh nee, dat is niet de ware. Stap 2, goed maken. In dit geval nuanceren. Moet liefde hebben, anders zijn ouders boos en geen kleinkinderen. Oké, ik zal een beetje nuanceren. Kijk, je hebt een hele grote groep singles. Daarvan is een heel klein gedeelte dat gewoon beter functioneert in zijn eentje. En je hebt ook een klein groepje, dat wil wel iemand, maar het lukt even niet. Het is allemaal oké. En stap 3, zelfspot. Ik heb al 15 jaar een saaie relatie. Wat denk je nou, dat ik al 15 jaar in mijn eigen relatie rondloop en alles nieuw blijft? Dat ik denk, oh, ik heb nog steeds een relatie. Oh, oh wat leuk, oh, spannend zeg. Oh, huh? Vrouwenkleren op de stoel. Nou, zeg. Hoe kan dat nou? Rutututut, rutututut, rutututut. Weet je wat mensen ook vaak zeggen? Ja, ik wil wel een relatie, maar ik kan maar 1 typetje. Is dat erg? Wil jij dus harde grappen maken, zorg dat je het ook goed maakt. Zorg dat je even goed dezelfde harde grappen over jezelf durft te maken. Zelfspot is een signaal van zelfvertrouwen, maar zelfvertrouwen is een onderwerp voor een andere video. Eventjes echt een bericht naar jou toe, naar jou als kijker. Wil jij meer van dit soort video's? Laat dan een like of een comment achter. Ik probeer hier een nieuw concept, dus ik ben serieus benieuwd. Wat denk je? Download gratis het 17 voorbeeldzinnen e-book hier beneden in de beschrijving. Grappige zinnetjes kun je meteen toepassen. Abonneer en dan zie ik je in de volgende. Liefde.